Goedenavond, dit is het nieuws van RTV Arnhem van donderdag 3 september. Met vandaag onder andere beeldhouwen op de kunstwerkplaats, 20.000ste fles Airborne bier, nominatie Gouden Kalf. De gemeente heeft van de rechter te horen gekregen dat de aanbesteding voor de bebouwing van een terrein op Sint Maarten over moet. Een van de 7 deelnemers van de aanbesteding was het niet met de gang van zaken eens en kreeg tijdens een kort geding gelijk van de rechter. Dezelfde aannemers kunnen weer inschrijven en een onafhankelijke jury bepaalt wie de opdracht krijgt voor het voormalig terrein van Hogeschool voor de Kunsten. De Arnhemmer Erik van Schaik is met een horrorcomedy in de categorie korte films genomineerd voor een Gouden Kalf. Het is de hoogst haalbare prijs in de nationale filmwereld. Van Schaik hoort vrijdag 2 oktober of hij de prijs gewonnen heeft. Dat gebeurt in Utrecht tijdens het Nederlands Filmfestival. Dust to dust and such and so, forever hold thy peace. And now. Let's kill some apple trees. Wie zaterdag deelneemt aan de Airborne wandeltocht en er met de auto heen gaat, wordt voor het parkeren verwezen naar Papendal. De organisatie is bang dat het eigen parkeerterrein verandert in een drabbige, modderige massa. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen. Een pendelbus zorgt voor het vervoer naar de start. Een verpleegkundige heeft dinsdag in ziekenhuis Rijnstaten klappen opgelopen van een agressieve bezoekster. Die zat in de wachtkamer van de spoedeisende hulp. Toen de vrouw werd aangesproken door de verpleegkundige, maakte de bezoekster zich boos en deelde klappen uit. Ze werd door beveiligers in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. Op de Westerbouwing is gisteren de 20.000ste fles Airborne bier overhandigd aan wethouder Heinrich van Renkum. Het bier heeft in 16 jaar 15.000 euro opgebracht voor doelen die een relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn het Airborne Museum, de Liberation Route, Europe en Lest We Forget. Renkum kreeg de jubileumfles als dank voor de steun die de afgelopen jaren is verleend. Het is de eerste keer dat drones gebruikt worden bij een inspectie. Die drones hebben volgens de inspecteurs veel voordelen. Als je daar wilt inspecteren, zul je fysiek in de constructie moeten klimmen. Wat vroeger nog gebeurde met ladders waar wel een kooi omheen zit. Ook wel goede constructies. En je moet fysiek iemand naar boven sturen in de constructie. En dat hoeft nu niet meer. We kunnen nu langs de constructie vliegen, beelden maken. Okay, naar beneden en dan het tweede, de lagere boog. Voor inspectie werken echt ideaal. En zij heeft, dit is ook de camera met de 36 megapixels, waar je dus gewoon echt alle details kan zien. En tot nu toe zijn onze klanten heel erg enthousiast over het resultaat. Maar ondanks alle positieve reacties worden de normale inspecties niet meteen vervangen door de drones. Ja, voor ons ook nieuw en zoeken en kijken wat we met de beelden kunnen doen. Dus we willen de beelden straks ook graag delen. En ook andere partijen uitnodigen om ons te helpen van wat we met die beelden kunnen. Of misschien zijn er nog wel mogelijkheden waar we helemaal niet aan gedacht hebben. Het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten is nog altijd fraudegevoelig. En dat terwijl het nieuwe PGB-systeem juist fraude moest voorkomen. Dat PGB is geld dat mensen zelf kunnen besteden aan hulpverleners van hun keuze. Omroep Gelderland ontdekte dat het systeem nog steeds zo lek is als een mandje. Op de redactie is Sandrina Haddering. Begin dit jaar waren er nog grote problemen met het uitkeren van die PGB-budgetten. En nu blijkt dat het systeem dat dus die fraude moest voorkomen helemaal niet werkt. Nou, het is in elk geval niet fraudebestendig. Dat hebben wij ontdekt. En waar hebben we het dan over? We hebben het over cliënten met een PGB die een externe bewindvoerder hebben. Mensen hebben zo'n externe bewindvoerder omdat ze bijvoorbeeld hun financiën niet zelf kunnen beheren. En hoe gaat dat nou in zijn werk? De hulpverlener komt bij zo'n cliënt thuis, maar die declareert zijn zorgkosten bij die externe bewindvoerder. Die zet zijn handtekening, stuurt het bonnetje naar de Sociale Verzekeringsbank en die betaalt dan de hulpverlener. En wat is het
gevolg, de externe bewindvoerder die heeft eigenlijk geen idee of de zorg die ook op papier is afgesproken daadwerkelijk wordt geleverd. En het vervelende is dat kwaadwillende hulpverleners dus veel minder uren kunnen komen dan eigenlijk is afgesproken, maar wel het aantal uren op papier betaald krijgen. Van de zomer maakten wij het verhaal over Kimberly uit Arnhem. Zij is licht verstandelijk beperkt en zij krijgt hulp bij de begeleiding van zelfstandig wonen. Dag, Jelena. Kom. Dus ze kwamen maar twee keer in de week, terwijl het vaker moest. Wegen hoge indicatie natuurlijk. Heb je ooit uren getekend? Ja, ik heb wel eerlijk gezegd, van ik vind het een beetje raar dat het niet hoeft. Want ja, zo dadelijk gebeurt er wel voor wat met het geld, of te veel of wat dan ook. Maar ik draai daarvoor op. Ja, het geval Kimberly is niet uniek. Inmiddels zijn bij twee zorginstellingen in onze provincie onderzoeken bezig om te kijken of er ook misbruik is gemaakt van PGB-gelden. Het punt is dat cliënten zelf niet tekenen, hè, dat vertelt Kimberly ook. En dat betekent dus dat die bewindvoerder in de praktijk niet weet hoe het gaat met die zorg. De meeste bewindvoerders zijn financieel-juridisch onderlegd. Sommigen ook op meer een sociale achtergrond, maar het merendeel financieel-juridisch. En dat maakt het vrij lastig, of tenminste de meeste financieel-juridische mensen hebben iets minder psychosociale ervaring. Dus om dan een goede inschatting te kunnen maken op de kwaliteit van de zorg, wat daarvan nou de kwaliteit is en of dat echt aansluit en een voldoende effect heeft op de hulpvraag van de cliënt. Ja, dat is natuurlijk bijzonder lastig in te schatten op het moment dat je daar niet echt toe geëquipeerd bent. Het is vaak in het leven, het is een kwestie van tijd en geld. Dus de budgetten die een bewindvoerder krijgt voor het beheren van een PGB gaat over enkele tientallen euro's per maand. Iets meer dan 40 euro. Nou, voor dat geld kan je wel iets doen. Maar kan je niet elke maand eens even kijken of de zorg ook daadwerkelijk geleverd wordt en ook die omvang en ook de discussie daarover aangaan. Dus dat vraagt echt om koersen op de input die de cliënt en het begeleiden van de cliënt zelf levert. Wij als bewindvoerder hebben geen controle hoeveel uren zorg er geleverd wordt door de zorgverlener. En om dat af te bakenen, als de cliënt zelf tekent, is dat in die vorm zorgvuldig en correct gebeurd. Waardoor wij ook naar het SVB kunnen verantwoorden van die zorg is geleverd. Maar u weet dan niet of het ook goede zorg was? Nee. Dat is ook precies waar het hiaat ontstaat. Dus is het zaak om verder te kijken van goh, op welke manier moet het misschien wel anders geregeld gaan worden, zodat dat hiaat komt te vervallen en dat we zeker weten dat de zorg die op papier geleverd is, ook daadwerkelijk geleverd is en ook nog het gewenste resultaat heeft. Ja, maar voorlopig is er dus dat hiaat. Sandrine, wat vindt de politiek daarvan? Nou, de politiek, zowel de PvdA, maar ook de VVD, vindt dat die bewindvoerders wel degelijk verantwoordelijk zijn en ook echt die controle hebben op die zorg en de kwaliteit van de zorg. En de VVD vindt zelfs dat als bewindvoerders vinden dat ze onvoldoende kennis hebben over die zorg, dat ze zich dan maar moeten gaan scholen. Als het structureel zo is dat bewindvoerders hun rol niet of onvoldoende oppakken, dan moeten we daar gewoon echt iets mee. En ik zou willen voorstellen dat bewindvoerders gewoon veel sneller en eerder een training krijgen, waaronder vanuit Persaldo, om dat gewoon goed te doen. En dat mag, wat mij betreft ook, en dat zou nieuw zijn, ten koste mogen gaan van het PGB-budget. Nu moet dat vaak op eigen kosten. Dat vind ik een beetje vreemd. Dat PGB-budget is ook ervoor om mensen goed uit te rusten en een goede taken te laten uitoefenen. Dus als een bewindvoerder een goede training kan krijgen, dan mag wat mij betreft dat uit PGB-budget betaald worden. En dat zou een voorstel kunnen zijn. Nou ja, de VVD en de PvdA willen kamervragen stellen. Die willen van de staatssecretaris weten hoe vaker nou fraude wordt gepleegd met PGB-gelden. En ze willen ook weten wat dan de oplossing is om dat voor de toekomst te voorkomen. Goed, Sandrine Handering, dankjewel. Op de kunstwerkplaats aan de Minerva-singel, 5 minuten lopen vanaf NS station Arnhem-Zuid, werken 15 kunstenaars een week samen tijdens het project Sculpta.
Het publiek kan het dit weekend terecht. RTV Arnhem ging er nu al een kijkje nemen. Jij werkt en woont hier op de kunstwerkplaats Schuitgraaf. En nu is er Sculpta, een manifestatie. Wat doen jullie precies? Sculpta is de eerste editie van een beeldhouwsymposium in Arnhem-Zuid. Op de kunstwerkplaats. Die geïnitieerd is door de KW37. Dit evenement geeft beeldhouwers de gelegenheid om 7 dagen met elkaar intensief te kunnen werken. Met elkaar de discussie aan te gaan en elkaar te inspireren zonder restricties. Welke materialen, welke beeldhouwwerken ontstaan er op dit moment? Nou, we hebben heel veel verschillende beeldhouwdisciplines die hier worden vertegenwoordigd. Dus we hebben 2 beeldhouwers in staal. We hebben een aantal carvers, dus die hout beeldhouwen met de kettingzaag. We hebben 2 steenhouwers en een bronsgieter. Mensen die werken met natuurlijke materialen. En wanneer kan het publiek genieten van jullie beeldhouwwerk? Nou ja, we stellen het terrein open voor het publiek tijdens het weekend van 11 tot 6. Dus zaterdag en zondag. Ja. En wat gebeurt er uiteindelijk met de beelden, Niels? Volgens mij worden die nog een maand op het terrein tentoongesteld. En die blijven eigendom van de kunstenaars. Dus op een gegeven moment mogen de kunstenaars ermee doen wat ze willen. Ja. De kunstenaars kunnen het ook schenken, hè, aan de kunstwerkplaats. Klopt helemaal, ja. Dus we hopen dat veel het zullen doen. Maar ja, het zit in hun handen. En welk beeld maak jij op dit moment? Ik ben bezig om een soort van maquette te maken van een tank. Die op betonblokken staat. Alsof ze zijn banden gejat zijn. En het is een beeld die over de oorlog in Oekraïne gaat. Hoe is het voor jou om deel te nemen aan dit beeldhouwsymposium hier in Arnhem-Zuid? Nou, heel geweldig. Ik ben heel dankbaar dat ik uitgenodigd door Diane ben. Ik kom uit Amsterdam, uit ADM. En dat zijn allemaal hele mooie mogelijkheden om een beetje creatief te zijn met hele leuke mensen omheen. Waar kan ik ook van leren, van hele andere ambachten, van een steen, van een gieter, van aluminium bijvoorbeeld. Dit beeld, daar ben je nu al 4 dagen mee bezig. Ja, 4 dagen, ja. Wanneer is het klaar en wat ga je dan ermee doen? Hoop ik dat het vrijdag, maximaal zaterdagavond, zou wel klaar zijn. Überhaupt als een publiek ook komt, zijn hartstikke welkom om te kijken op de laatste finishing touch. En daarna wordt die hier geëxposeerd voor publiek, voor een paar maanden. En verder moet die eigen leven leiden, die beeld. Want ik heb in Amsterdam veel beelden al staan. Dus niet zoveel ruimte. Dus ik denk dat deze beeld van mij wordt een cadeau aan deze vrije plaats. En dan nog het weer. Na een enkele mistbank in de ochtenduren ging de zon schijnen. Het kwik steeg na een frisse nacht tot een graad of 18. Vanavond en vannacht is het droog. Het wordt 9 graden. Dit was weer het nieuws van RTV Arnhem. Wij wensen u nog een prettige avond.